We hebben allemaal wel eens gehuild. En dat gebeurt bijvoorbeeld als je hond dood is of als je paard nog leeft. En daarom ga ik je vandaag 10 manieren vertellen hoe je kan huilen. Zoals ik jou vertelde, ga ik je vandaag 10 verschillende manieren vertellen hoe je kan huilen. Dus dat je de volgende keer als je huilt kan kiezen tussen... Of... Pop that thing, she gon... Oké, de allereerste huil die ik jou ga presenteren stamt uit de 19e eeuw en hij heet namelijk de schreeuwende huil. En schreeuwend huilen, dat kunnen we natuurlijk allemaal gewoon gaan uitleggen, maar ik kan het ook gewoon even voordoen. Dat ga ik exact op dit moment doen. De schreeuwende huil kun je inzetten op het moment dat je graag wil horen dat je verdrietig bent. Zodat er zoveel mogelijk mensen in de nabije omgeving naar je toe komen en zeggen... Gaat alles goed? Zoals daar dus. Allemaal prima. Niks aan de hand. Laat me met rust. Pop that thing, she gon... De tweede huil noem ik ook wel de spraakgebrekhuil. En dat is eigenlijk de manier van huilen waardoor je praktisch onverstaanbaar wordt. Nou, Shaki, wat is er nou gebeurd dan? Waarom ben je zo verdrietig? Vroeger had ik deze huil. Ik kon gewoon niet praten als ik aan het huilen was. Als ik dan iemand probeerde uit te leggen wat er aan de hand was, dan zei hij, vertel het gewoon. En dan ging ik alleen maar... Pop that thing, she gon... Huil nummer 3 noem ik ook wel de dramatische huil. En die wordt voornamelijk gebruikt in soapseries. En die ga ik je vandaag natuurlijk even voor doen. Als dat hij gewoon nooit tot de climax komt. Je bent gewoon lekker bezig en je wordt gewoon onwijs verdrietig, maar je hebt geen climax. Je blijft gewoon... Huil of huil niet. Ga er niet tussenin zitten. Doe je dat wel, dan ben ik gewoon klaar met je. Broeder. Pop that thing, she gon... Nummer 4 komt vaak voor en dat is geen zielige vorm van huilen, maar je kan natuurlijk ook huilen van blijdschap. Ja! Hey, Tommy man. Pop that thing, she gon... Deze huil komt uit een video, een van mijn favoriete internetvideo's, en hij gaat ongeveer zo. I love you. Hij komt wel een beetje in de buurt, of niet dan? Ik had hem ook net zo goed gewoon een schapenhuil kunnen noemen. Pop that thing, she gon... En dan nummer 6 ga ik jullie vertellen en dat is namelijk de citroenhuil. Pop that thing, she gon... Dan hebben we uiteraard nog de hyperactief hijgende huil. Wordt wel vaak gebruikt in als je een ongeluk hebt gehad. Maar ook in de gemiddelde film van Sylvester Stallone. And nobody would help. Pop that thing, she gon... Huil nummer 8 noem ik ook wel de geforceerde blije huil. En dat betekent eigenlijk dat je niet wil huilen, maar je moet wel huilen. Maar je durft het niet te laten zien, dus je gaat een soort van fake lach opzetten. En dat gaat ongeveer zo. Hij gaat kappen top. Zit er lekker. Proost. Op het leven. Huilen is fucking vermoeiend, jongen. Niet normaal. Pop that thing, she gon... Nummer 9 stamt uit de eeuwenoude geschiedenis van de Romeinse katholieke kerk. En hij heet namelijk snothuilen. dit was niet eens huilen. Dit was gewoon snotskillschraap to the next level. Fucking... Okay. Pop that thing, she gon... En voor deze laatste moet ik alles uit de kast halen. Want dit is namelijk de meest irritante huil op de wereld. Wat zeg ik? Het meest irritante geluid van de wereld. Ik heb het inderdaad over babyhuilen. En dan zit je in het vliegtuig. En dan ga je zitten naast de moeder. En dan denk je van, oh die moeder, jij ziet er wel leuk uit. En dan haalt ze een baby uit de achterzak. En dan denk je... Zo, om jullie even lekker te stangen, hier een geluid van een babyhuil.
ongelooflijk. Tot de volgende keer. Dinsdag 4 uur. Volgende week. We zetten hem op zijn plek. Stipt op tijd. Woensdag 4 uur. Dinsdag. Nee! Nee. Hey. Drie keer, hè? Grapje, want ik heb helemaal geen kinderen. Ik ben helemaal niet getrouwd. Oké, ik heb misschien wel een kind, maar dat weet niemand.